Hallo, mijn naam is Ryan Meerbeek. Ik sta hier vandaag bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Alle topmerken onder één dak. Hobby, Fendt, LMC en Adria, helemaal geweldig. Vandaag de Hobby Excellent 460 SL. Ik heb twee specialisten bij me, die kunnen mij alles vertellen over deze Hobby Caravan. Ik heb hem hier al opgezocht, op de bennenkaart, 460 SL. Deze heeft dus twee mooie enkele bedden, heeft een hele mooie zit. En de badkamer. Nou, dit is, op de bennen ziet u de indeling al, maar van binnen is die echt super mooi. En ze gaan het mij nu uitleggen. Dankjewel voor deze spontane introductie, Ryan. Ja, dit is inderdaad een model met twee aparte bedden. Royaal onder de 7 meter. Hij is namelijk 6,75 meter lang. Met een giga badkamer. Wil je dat de badkamer laten zien, Gerrit Jan? Daarmee beginnen. Begin ik even bij de buitenkant. Okay. Doe die dadelijk. Hier beginnen we met model 2021 van Hobby. Wat opvalt, Hobby heeft een nieuwe stabilisator ontwikkeld samen met Knot. Die is nog weer beter en makkelijker aan te koppelen. Dus een nieuwe stabilisator. Standaard natuurlijk voorzien met de handrem en terugrijautomaat. Disselafdekking, kogeldrukmeter. Het bekende, beroemde wisselscharnier van de wisselbak. Sluit perfect. Hier is de mooie kunststof plaat in gemaakt. Altijd vochtbestendig wat dat betreft. Afvalwatertank erin. Hier zien we al een fors laadvermogen. Deze mag je de 500 kilo beladen. Gaslaan, gasregelaar, opstapje, slinger. Alle details is goed over nagedacht. Uiteraard kan dat bij de vooraandeling, dat heel veel licht bij die bedden heeft. Let hier bij de Excellent, heb je hier vergroomde handvaten. Maakt het ook super chic in afwerking. Maar hier komt bij de grootste veranderingen. Dat zie je hier in de zijkant. Hier zit de nieuwe belijning van de wagen. Hij is compleet gerestyled. Dus ze hebben die belijning helemaal opnieuw gemaakt. Leuk detail aan de achterkant vertel ik daar ook nog. Let hier op de nieuwe stickers, de Excellent. Mooi in het zilver metaliek. Tweede vernieuwing aan de zijkant is hier het serviceluik. Deze is groter geworden. De serviceluiken waren 80 breed. Ze hebben ze nu een meter breed gemaakt. Waardoor je bagage nog makkelijker in en uit je caravan kunt doen. Hier zien we een leuk detail van het Meerbeek Limited Edition pakket. Maar dat komt dadelijk. Ik doe maar even dit. Kunnen we die buitenkant dus nog mooier zien hoe die afgewerkt is. De nieuwe deur zit er natuurlijk in van Fendt. Ook die belijning loopt eigenlijk heel mooi door. Hij sluit op een perfecte manier aan. Mooi robuust slot wat goed sluit. De deur is standaard natuurlijk voorzien van een plissé horbdeur wat erin zit. En dan komen we hier nog bij een leuke, wat ik zo'n heel mooi detail vind persoonlijk. Als we naar de achterkant kijken, dan zien we dus de anthraciet donkere belijning, zien we doorlopen naar achteren. Dat is een heel mooi detail, maar dat zet zich weer perfect af bij die moderne brede achterlichten van LED. Die geven een hele duidelijke verlichting. Ja, dat zijn eigenlijk wel een paar mooie noviteiten van die buitenkant. Badkamer zei ik net, Gerrit Jan, hè? Die kan ik laten zien, want in dit compacte model 6,75 lang heeft onze hobbyfabrikant ervoor gekozen om de badkamer groot te maken. Daar is veel aandacht voor in onze markt. Kijk eens wat een ruimte dit is. Compacte caravan, maar hele grote badkamer. Toilet, wasbak, allemaal nog kastruimte om spullen in op te bergen. Daar zit ook allemaal in. Een mooi raampje nog, kun je openzetten. Ook nog een dakraampje, veel verlichting, maar met name die ruimte. Kijk eens wat een vloeroppervlakte deze toiletruimte heeft. Daarnaast is er gekozen voor een goede zit. En belangrijk is om te zeggen dat de kleuren ook vernieuwd zijn. Dit zijn de kleuren Excellent 2021. Totaal vernieuwd. En ook deze bekleding komt heel goed aan. Er zit een grijze kleur op, die heel modern is en past bij de rest van het interieur. Chique hoor, modern. Ja. De voorzijde heeft natuurlijk die losse bedden, de populaire losse bedden, die altijd kunnen worden omhoog gedaan, zodat u bagageruimte beschikbaar heeft. Ziet u hier, ziet u het serviceluik weer. Meerbeek kiest ervoor om de modellen altijd wel te bestellen met lattenbodem. Dus die lattenbodem kan worden uitgetrokken, kunt u een groot bed maken. Deze zijde heeft een vergelijkbaar bed en ook een vergelijkbare grote ruimte om spullen in op te bergen. Daar ligt het vulkussen om hier tussen te leggen eventueel. Je ziet daar de borden, die is natuurlijk standaard voorzien. Hobby is het bekend omdat alles al inclusief geleverd wordt. Dat is Hobby eigenlijk altijd. En Hobby heeft twee andere belangrijke items, zie je hier ook weer terug. Hobby is dus echt wereldkampioen custombouw. Ik doe er eentje voor u open. Mooi is om de aandacht te vestigen op deze strip. Hobby past hier een strip toe waar de schroefjes in worden vastgezet. Daarom zijn die schroefjes zo'n moment vast en daardoor ook die kastjes zo kaarsrecht. Er zijn er heel veel, hier bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elk hoekje is eigenlijk benut. Kledingkast tegenover de zit. Is ook de antennekabel voor de tv al aangelegd, af fabriek, zit er ook in.
En daarnaast die hele grote koelkast. Vlak bij de keuken. Het voordeel is, je hoeft niet te bukken om spullen te pakken. En de effectieve opbergruimte is ook vele malen groter. Wereldkampioen kastenbouw, wereldkampioen verlichting. Ook dat. Er zit daarnaast Mark een bedienpaneel. Mark kan er vast wat van laten zien. Veel verlichting en ook dimbaar. Laat eens even zien, Mark. Wat leuk is, als we over details hebben. Ik heb hier dus een mooi glas in de hand. Kijk, naam ingegraveerd. Hobby Collection. Ik zet hem even terug waar hij hoort, in de glazenkast. Daar gaat hij terug. Ook die indirecte verlichting zien we er gelijk zitten. Maar dan gaan we hier naar het paneel, zoals mijn collega net vertelde. Hier kunnen wij alle details makkelijk schakelen. Buitenverlichting, aan en uit. Verlichting in de caravan. Verlichting bij de keuken. Extra indirecte verlichting. Dit is de borden die je uit kunt zetten. En dit zijn de groepen indirecte verlichting. Je kunt dus makkelijk schakelen. Als we daar kijken, gaat die aan, gaat die uit. Kan ik hier dus schakelen. En als ik dus wil, ik ga naar de plafondspot die daar zit en ik hou die ingedrukt, dan gaat die dimmen. Kijk, hij geeft dus een eigen lichtniveau weer wat je zelf graag wilt. Als je hier dus een bepaalde configuratie opzoekt met de lampjes die je graag aan wilt hebben, jou deze knop een paar tellen ingedrukt, dan slaat hij hem op in de geheugenstand. En op het moment dat je dan dus de knop uitzet of aanzet, gaat hetzelfde aan waar je zelf voor gekozen hebt. Dat is dus echt je eigen individuele lichtplan, kun je makkelijk aanzetten. Ook voor detail, dat heeft Hobby. Als we naar dit mooie paneel hier kijken, zien we die mooie ronde afwerking in het houtwerk wat hier gemaakt is. Rekening houden met dat je spullen weg kunt hangen. Bagage kun je erachter doen. Kastklepjes die eigenlijk makkelijk te openen zijn. Die kun je zo open doen. Sluit ook goed, dat ook tijdens rijden dicht blijft zitten. Opstaande randjes erin. Hier nog bergruimte. Dus werkelijk overal is aan gedacht. Mooie grote keuken erin. Dus naast die hele grote tredruimte hebben we nog een mooie grote keuken. Met uiteraard een 3-pits en gascomfort. 3 pitten die royaal geplaatst staan, zijn een stevige pandekseldragers, dus je kunt de pannen er goed opzetten, is ook makkelijk schoon te maken. En het gas is elektronisch ontsteekbaar. Dat zijn een paar mooie details van die binnenkant. Lades is Hobby ook beroemd om. Let ook op het mooie groene randje wat erin zit. Nou, dit is dus een geweldig leuke indeling. Hij zegt dat ik zoek een wat compacter model. 6,75 meter met 2 aparte bedden, een royale zit, een zultafel, een grote koelkast. En een mega badkamer die erin zit. Dit kunnen wij leveren voor een speciale prijs. Kom even naar buiten. Kijk, wij van Meerbeek werken altijd met veel voorraadmodellen waar we limited edition modellen van maken. En limited edition modellen betekent dat er in principe bij de enkele beddenmodellen 3 dingen in zitten. Dat betekent een rollatterbodem tussen de bedden. Dus je kunt een heel groot bed maken van die 2 enkele bedden. Je koopt hem natuurlijk voor de enkele bedden, maar hij zegt ik wil een heel groot kingsize bed maken, kan dat. Standaard voorzien van een turenluifel erop. Dus een luifel die met een speciale hobby adapter set gemonteerd is. Waardoor je dus heel makkelijk die luifel uitdraait en je hebt gewoon direct vakantie. Maar de tentrail blijft helemaal vrij. Dus wil je zeggen, ik ga toch op een gegeven moment eens een keer in de buurt kamperen. Ik wil er een voortent op zetten. Luifel blijft op dak zitten. En die schuif je er gewoon onderdoor. En het derde detail, dat is dan de mover. Want je wilt natuurlijk niet verlegen zitten op de camping dat de caravan niet op de plek kunt krijgen. Dat lukt met deze mover altijd. Dit is de Enduro 505 FL. Die is meerdere malen met concurrentie getest. Hij komt er eigenlijk altijd als beste uit. En die is dus afgemonteerd, zoals we net al zagen, met die lithiumbatterij. 20 ampère met een rangeertijd van circa 30 minuten. Gerrit-Jan, wil jij de prijs toelichten? Compleet prijs is 29.483 euro. Opgebouwd uit de basisprijs, de moverprijs, de luifelprijs, de rolbedbodemprijs en het asgewicht tot 1500 kilogram. Maar Meerbeek heeft dus die speciale Meerbeek Limited Edition aanbieding. Dit model is op dit moment leverbaar voor 27.495 euro. U krijgt dus een korting van 2.000 euro op dit topmodel uit het hobbygamma. Hobby 2021, nog één keer de vernieuwingen, nieuwe stabilisator, nieuwe zijplaat, grote serviceluik. En dit is de perfecte indeling met losse bed en grote badkamer, lengte 6,75 meter. Ben u daar op zoek naar dit model, wat kan ik mij voorstellen? Kijk op www.meerbeek.nl, daar zie je nog veel meer informatie. Deze is echt uniek in de markt. Elke caravan is bijzonder, maar deze is echt bijzonder. Wij nodigen u graag uit in Doetinchem om dit nog eens beter te komen bekijken. En wij kunnen u dit model dus uit voorraad leveren. U bent van harte welkom. Tot ziens.